Welkom bij de volgende aflevering van Farming Simulator. Welke aflevering hebben wij? Emergency 5. Inderdaad. En Vervanging van Runescape. Ja, precies. En ik vind eigenlijk altijd als je een YouTube-kanaal hebt, dan moet je iets hebben waar je groot mee wordt. En ik moet zeggen, dit ongeluk, dat komt me toch verrekte bekend voor net van de vorige filmpjes. Dus als het zo de hele tijd doorgaat, dan vind ik het echt een heel slecht spel. Want we hebben voor de verandering weer eens een keer een ongeluk met een witte bus en een zwarte auto en een groene auto. En dat hadden we volgens mij in de allereerste keer ook al, maar ja. Hè? En Runescape, ja, dat vond iedereen saai en wij vonden het saai. Dus dat hebben we geschrapt en Iets nieuws op de maandag. Ja, precies. Ik hoop dat je het iets vindt en we zijn druk bezig om een planning te maken van wat we wanneer gaan doen. En ongeveer, maar ja, maar dat moeten we nog even kijken of het allemaal een beetje haalbaar is voor ons. Want we kunnen ons nu helaas nog niet vol op YouTube focussen. Dat willen we wel gaan doen, maar dan moeten we eerst, ik weet niet. Dat is toch een stap die je niet zomaar zet. En Dimmy. Ja. Ik vind het wel heel erg jammer wat is deze schoorsteen aan het roken? Dat deze melding, dat we dat de vorige keer ook al gehad hebben. Ik hoop dat er heel snel die Nederlandse mods komen. Yes. Want dat had ik in Emergency 4. En misschien de oplettende kijker die zegt, nou, waarom speelt Dimmy niet mee? Dimmy, leg het eens uit. Nou ja, dat wouden we wel gaan doen, alleen het lukte niet met de poorten openzetten. Ja, ik heb ze opengezet, maar het programma zegt dat ze niet open zijn. Dus misschien moet ik even mijn provider mailen. We hebben ook altijd problemen. Ik snap ook echt niet dat het allemaal zo moeilijk moet, hoor. Nee. Ja, het zal vast nog wel komen dat ik meedoe, maar ja, maar Emergency 4 heb ik die poort ook gewoon opengezet. En daar werkt het gewoon. Dus misschien moeten we een keer een multiplane Emergency 4 doen. Die is toch stiekem wel een beetje beter. Nog steeds. Vind ik dan. Even kijken. Nou, we hebben nog één gewonde ergens, maar die auto die kan ik niet open knippen. Dus dat vind ik heel apart. Oh ja, zo. Yes, sir. Zo. What's up? Hopsakeetjes. En ja, we zitten helaas nog steeds. We moeten een hele tijd wachten. We hebben een programma besteld. En waar we mee opnemen, zeg maar. Daarom is de kwaliteit iets lager dan je van ons verwacht bent. De betaling. Een paar weken. Ja, de betaling die is aan het lopen. Heel vaag is het. Of tenminste, de betaling is vastgezet door PayPal. Ik kan zeggen, waar blijft die andere ambulance man? En ja, de betaling is vastgezet. En het is een kwestie van, je moet een tijdje wachten, maar ze laten niks meer weten. Dus ik vind het echt, waarom moeten wij altijd die pech hebben? Dat snap ik niet. Waarom moeten wij nou altijd die pech hebben? Altijd die pech. Dat dan moeten we nog eens met slechte kwaliteit opnemen. Ja, inderdaad. Ja, slecht, slecht. Nou, we kunnen hoger, hè? Ja, we kunnen inderdaad hoger. Maar dat komt nog wel, dat komt nog wel. Misschien duurt het een paar weken. En waarom we deze In het nieuwe jaar is het sowieso opgelost. Ja, klopt. Nou ja, weet je wat het ook is? We moesten toch een soort van deze beslissing nemen. Want in de vorige versie waar we altijd mee opnamen, daar konden wij geen webcams plaatsen. Dus dat is het eigenlijk. Daarom hebben wij een ander soort programma. Ja. En als straks die betaling voltooid is, dan kunnen wij webcams bovenin zetten. En dan kan het feest losbarsten. Kunnen jullie ook eens een keer zien dat wij bezig zijn? Dat is misschien ook wel leuk. En als we dan nog eens kunnen multiplayen, nou, dan heb ik niks te klagen. Kun je niet met jou zitten? Ik ook niet. Hopsakee, nou. Hopsakeetjes. Nou, we hebben een, even kijken. En die video's, die hebben echt altijd veel kijkers, hè, van Emergency. Ik weet niet hoe het komt, maar
Daarom willen wij wat vaker emergency doen. Want ja, toch ieder YouTube kanaal die wordt met iets groot. En ja, ik denk dat dat voor ons toch wel emergency is dan. Ja, de ene wordt met Minecraft groot, de andere met Train Simulator. Ja, inderdaad. De andere met Battlefield. Ja, precies. Nou ja, RuneScape, ik weet niet of daar mensen groot mee zijn geworden, maar... Ik denk het niet. Wij in ieder geval niet. Nou, we hebben de sleepwagens, die zijn gearriveerd. En ik vind het jammer dat de game zo traag reageert. Ik denk dat we echt, Dimmy, we moeten een keer de Emergency 4 doen. En dan de Los Angeles mod. Die is echt heel erg gaaf. Maar dit werkt... Wat zeg je? Wat kan je dan doen? Nou, dan heb je gewoon Los Angeles, zeg maar. Die voertuigen en zo in die stad. En dan moet je dat... die is heel realistisch gemaakt ook. Maar ja, dit is zo... Kijk, ik vroeg een mannetje, laat ik lopen naar het dingetje. En hij is zo traag hier. En dan vindt ze... En ik wil heel graag een hele hoge score hiermee halen. Maar ja, dan moet het wel allemaal snel werken. Anders lukt het natuurlijk niet. Inderdaad. Kijk, oh, die doet ook allemaal weer zo'n eeuw. Nou, we gaan maar eens proberen wat we kunnen. Hier. Nog niet ingestapt. Traag, hé! Zo, die politie die mag ook instappen. Nou, dan mag van mij de volgende melding komen. En ik hoop dat dat een andere melding is dan, dan de vorige keer. Want dit is natuurlijk een beetje eentonig de hele tijd. En wat ik wel apart vind is dat hier nog glas op de weg ligt. En ik hoop dat dat echt zo meteen op een of andere manier wordt opgeruimd. Want ja. Dus ja. Nou, we wachten even rustig op de volgende melding. Nou, dat duurt allemaal weer lang natuurlijk. Hè? Zo kan ik natuurlijk nooit punten scoren als er niet meer meldingen komen. Maar we kunnen wel eens even kijken wat we nog allemaal in de stad hebben. Hier hebben we een mooi water. Water is wel heel mooi. En Dimi, ik weet niet, ben je er nog? Ja, ja, tuurlijk ben ik er. Ik weet niet of het juist is, maar als ik altijd heel mooi water zie, krijg ik altijd dorst. Dat heb ik niet. Ik moet dan meer naar de wc. Oh. Heel mooi water zien. Nou, ik moet zeggen, het is wel een beetje... We moeten even wachten. Wat hebben we hier allemaal liggen? Mooie bootjes. Nou ja, we moeten toch ook wel eens een keertje... Ja, ik weet niet. Ik vind dit allemaal een beetje scheiterige missies. Dan geef me maar gewoon eens een keer even een grote... Grote brand of zo. Maar het is wel eens leuk als we samen kunnen spelen. Hè? Of een aanslag. Ja. Maar het is wel leuk als we eens een keer samen kunnen spelen. Want dan, dan kunnen wij... hoe heet dat? Dan kunnen wij samen die missies oplossen. Dat is wel leuk natuurlijk. Dus dan... Oh, een brandje. Oh, een containerbrandje. Wel, denk ik. Ja, precies. Maar dan is het gewoon zeg maar, dan ben jij zeg maar de brandweer en ik de ambulance of zo. En dan moet jij ze er eerst uithalen, moet ik ze verzorgen en wegbrengen. En zo gaat het een beetje. Maar als je dat met z'n vieren doet, dan is het echt, dan kan je echt heel veel doen hoor. Dat is echt wel leuk. Nou. Het schiet lekker op. Inderdaad. En wij hebben trouwens ook voor Farming Simulator 2015, wat in januari gaat komen. Grootste plannen, Dimi, vertel eens. Grootste plannen voor 2015? Ja. Ja, webcams in beeld, hè? Ja, dat niet alleen. We willen misschien een multiplayer server 24 uur per dag online zetten voor Game Channel. Ik was bijna vergeten. Dus gewoon dat je, dat jij als kijker... Gewoon in ons boerderij kan helpen. Dat is toch leuk? Ja, maar ja, dan moeten we eerst even, hoe heet dat? 2013 uitspelen. Ja, inderdaad. Karren stapelen. Ja, helaas. Zo, nou, die missie is ook weer opgelost. Dat was wel een hele makkelijke. Ik hoop niet dat we weer die gasbrand hebben, want daar ben ik ook wel een beetje beu. We
zijn al aardig opgeschoten met die karren stapelen. Ja, en je ziet het vervolg en ja, ik denk dat het de race wel leuk gaat worden. Ik denk het ook. Ik snap alleen niet, ik vind Amelie 5 zo onrealistisch. Zo, nou, er is iemand gewond. Lekkere missie. Nou, dan doen we er eens een ambulansje naartoe sturen. Yes, sir. Even een ambulansje erop afsturen. Precies. En wij doen altijd tijdens onze opnames, doen wij altijd eten, hè? Valt het jou niet op? Ja. Of wij eten gewoon altijd. Maar ik weet het niet. Wij zitten altijd, als wij opnames hebben, zitten we altijd tussendoor te eten of te drinken. Of... Ja, ik eet nu niet, hè? Nee, ik nou ook niet. Dus dat viel me een beetje op. Maar, ja. Kauwgom eten. Oh, heerlijk. Kauwgom. Ben jij een kauwgom-eter of niet? Af en toe is dat lekker, toch? Ja, nou, ik eet zo een pakje van kauwgom van 100 eet ik in een weekje op, hoor. Nou, we hebben een gewonde, die wordt nou verzorgd. En dan kan die zo naar het ziekenhuis en hebben we weer een missie voltooid. Gaat het snel, hè? Nou, dat zijn een beetje scheiterige missies eigenlijk. Mag er nog wel een komen. Gewoon niks te doen, joh. Ja, een ambulance naar een... Ja, ik weet niet. Ah, defecte switchbox. Oh, die heb ik nog nooit gehad. Er is een elektrische ding kapot. Deze heb ik nog niet gehad. Even kijken. Dan moeten we als het goed is deze sturen. Niks is een probleem, hè. Ze zeggen elke keer no problem. Nou, er is een elektriciteitsdingetje met kortsluiting of zo. En nou... De elektriciteitsman komt eraan om het even te fixen in ieder geval. Ik weet niet wat het is, maar het is deze dag heel erg rustig met meldingen. Nou, prima. Kijk. Hoppakee. Ook echt met sirenes, hè? Ik weet niet, joh, maar als er hier een stroomstoring is, dan komt niet de maatschappij met de dingen, hoor, met de sirenes aan. Yes. Yes. Okay. Zo. Okay. Oh, wat is dit spel traag, zeg. Dan moeten we eens een keer Emergency 4 spelen, Dimmy, dan weet je wat ik bedoel. Mij lijkt wel een leuk idee om dat morgen te doen, op de dinsdag. Ja, dat kunnen we wel doen, ja, inderdaad. Even kijken, nou, dit is voltooid. Moeten we maar eens even naar gaan kijken. Precies. Ik moet een crimineel arresteren. Oké, okay, dit wordt spannend. Dit wordt spannend natuurlijk. Can do. All right. Nou, er is iemand aan het knokken en... Oh, wat een smeerlap! Een oud omaatje aanvallen en dan gewoon geld vanaf jatten. Dat is toch niet normaal? Gelijk de gevangenis in stoppen, die handel. Risico van het vak. Ja, risico van het vak. Moet je maar niet zo'n vak kiezen. En ze zeggen ook wel eens als er een inbreker binnenkomt met een pistool. Die slaan dan helemaal kapot. Dat je dan zelf de gevangenis in moet. Nou, ik vind dat het gewoon een risico van het vak is. Dan moet je maar een inbreker worden. Dat vind ik ook, inderdaad. Helemaal doodslaan. Als het aan mij ligt. Risico van het vak. Maar ja, dat lijkt me dat iedereen dat wel... In de Tweede Kamer zijn er discussies over, hè?
Maar ik ben ja, mijn... Mag het nou wel, mag het nou niet? Ik vind dat dat gewoon mag hoor, dat je die inbreker kapot mag slaan. Inderdaad, ik ook. Zo'n bullshit. Even kijken, Als je zelf met de dood bedreigen door een pistool. Ja. Mag je dan, weren. Nou, we gaan een, arrestatie doen. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar er wordt, oei, er is een gebouw ingestort. En er is een brandje. Oei, even kijken. Hoe gaan we dit dus, wat gaan we hier allemaal naartoe sturen? No problem. No problem. La 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 la. Bouw de beest. No problem. Rescue dogs. Oh, die moeten we ook even sturen. I'm on it. Count me in. Nou, we hebben het... Daar word je zo gek van, hè? Van dat woordje, I'm on it. Oh, wacht even. Oh, nou hebben we er opeens 3 tegelijk meldingen. Ja, aangezien dat spel zo traag reageert, duurt dat een eeuw natuurlijk. Ja, verzorg me. Ja, goed zo. Niet te snel. Nou, als echte gamers, dan worden we hier al een beetje gek van. Als het goed is, moet hier zo meteen een... Een search and rescue team komen. Is dat niet deze? Nee. Die moet nog komen. Oh, deze is dat. Die moet gelijk door naar hier. En daar moeten we zometeen ook nog een ambulance naartoe sturen. Nou, kom. Gassen met dat ding. Het duurt echt een eeuw, joh. Oh, ik ga ook nog eens even omlopen. Ik snap niet dat het zo lastig is om dat spel een beetje realistisch te maken. Hebben we nou serieus 4 meldingen tegelijk? Ik denk dat ze ons begrepen hebben dat we een beetje meldingen wouden, maar... Ja, klik maar, kom op. Kom op, kom op. Ja, pak maar op. Wat een slecht is dit gemaakt, zeg. Ik wil hem inlaaien. Hier. Ik klik erop en hij pakt hem niet. Wat is hier nou aan de hand? Moeten we nou nog zo'n ambulance sturen? Dat is een beetje van de gekke. Ah, inderdaad. Ik vind het zo slecht gemaakt, joh. Nou, ik laat die melding, als het zo traag allemaal werkt, dit dan, Zo, nou, die gaat hier naartoe. Ja, kom op jongens. Ik weet dat het lang moet duren voor een plaatje laat, maar... Ja, schiet maar op. Echt, dan moet ik zeggen dat een spel uit 2006 een stukje beter gemaakt is. I'm on it. Oh, we hebben 5 branden op dit moment. Nou, dat wordt nog spannend. No problem. Okay. Nee. Bouw de beest. No, en een autobrand. Right away. What's up?
Anonymous, bow the base, no trouble. Yes, right away. Yes. Oh, dat mag niet. Wat? Dingen. Oh nee. Nou. Het is maar een 3 seconden, hè? Oh ja. Nou, ons hond gaat zoeken. En zoeken. Onze bumper gaat zoeken. I'm ready. En hij heeft hem gevonden, jawel. Goed gedaan, Bumper. Yes, okay. Gaan we die hond een naam geven die alles zoekt? Ja, hoe gaan we hem noemen? Nou, het is een Duitse herder. Rex heette die meestal, toch? Kunnen we hem ook Snoopy noemen? Ja, laten we hem Snoopy noemen. Zo mijn hond ook. Yes, okay. Yes. Nou, Bumper, dat vind ik zoiets. Dat is net of hij van een bumper van een auto afkomt. Dat vind ik zo... sneu. Knal of die ergens tegen een bumper aan is. De hond van de buurman heet Bumper. Oh ja? Ja. Oh. Ja, dat wist ik. Dat hij buiten loopt. Bumper. I'm ready. Right away. Nou, we hebben een... SOS. Building fire. Cause unknown. Geeft hij hem een pootje, de buurman? Hoe zegt hij, goed gedaan, right Bumper. Ja, dat vind ik zo'n stomme naam. Bumper, ja. Nou, ik durf te wedden, als wij Emergency 4 morgen gaan spelen, dan kunnen we toch een stuk hogere highscore halen dan dit trage spel. Ja. Hopelijk lukt het in multiplayer en anders ja. Dan is het jammer. Precies. Zo, nou, die hebben we opgelost. Ja, kom op. Ja, kom op. Ga er maar in, kom op. Ja. Goed zo, leg je koffertje maar rustig neer. Of het allemaal geen tijd kost. Doe je sirenes maar aan, want ja, je moet natuurlijk wel wegrijden met spoed. Ook al heb je geen gewonden bij of zo. Nou, ik heb opeens al heel veel meldingen tegelijk. Staat hier lekker een pand af te fikken. Hoppakee. What's up? Aye, aye, sir. Oh. Nou, ik wou zeggen, we gaan stoppen totdat tot de missies zijn opgelost. Maar dat gaat nog wel even duren, denk ik. Aye, aye, sir. Oh, we hebben hier een mooie brand. Ja, halverwege in een missie stoppen is ook zo stom. Precies, we gaan gewoon lekker door totdat alles is opgelost. Al duurt het 3 uur. Precies. Dat hebben we allemaal voor jullie ook. Alright. What's up? Voor jullie, voor jou. I'm ready. Ik zit altijd te klagen dat mensen jullie zeggen in een YouTube filmpje. Nee, dat is altijd op de radio, dan zeggen ze jullie. Ja. Maar YouTube, ja. Ja, YouTube zegt iedereen het weer wel, dus ja, ik weet het niet. Nou, ik mis nog een poppetje volgens mij, inderdaad. En die is ergens water halen, maar waar? Ik heb geen idee. Liggen hier nog gewonden? Waar zijn allemaal ambulances nou weer heen, joh? Wat is dit spel traag! Niet normaal. Om gek van te worden. Nou, deze brand is lekker aan het uitbreiden in ieder geval. Er is ook nog iets van een picket pocketing. Zakkenrol is dat toch? Ja.
Nou, ik zie hem alleen niet meer. Oh, wacht, die staat hier uit te rusten. Oh, 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 oh. Ja, kom op. Schiet nou eens op, joh. Ik hoop dat er eens een keer een update komt. Het heeft echt jaren geduurd voor een spel en dan kom je weer met zoiets wat niet goed werkt. Nou, dit gebouw is lekker aan het fikken nu, hoor. Gaan uit laten branden. Oh, hier aan de andere kant is het ook nog bezig. Count me in. All about the base, about the base. Zo. Hoppa, nog een verkeersongeluk erbij, het kan allemaal. In die tijd dat ze gast zijn koffertje gepakt heeft, zijn er alweer 10 andere meldingen. Ongelooflijk. Nou, we hebben hier nog een aantal mensen die hiermee behandeld moeten worden. Nou, dit is dan wel de grootste fik tot nu toe. Pickpocketing. Hé! Hey! Oh, wow, 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 wow. Nou, opeens wordt het even heel druk, Dimmy. Right away. Ik ga zo stellen hoeveel meldingen we hebben lopen. Even kijken. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meldingen. I'm ready. We should track down the missing person using our search and rescue dog. They could be injured. The right aye, aye, sir. Target is marked on the map. Wait our board. Dog handler. All right. Dog search can do. Hoppakee. Kunnen we deze gelijk oplossen? Hebben we er alweer twee opgelost? Nou, we zijn een beetje stil aan het raken, Dimmy. Ja. Ja, ik, het is misschien heel lullig, maar ik ben ondertussen ook bezig met kerstkaarten schrijven, want ja, het is alweer bijna zover, hè. Deze week. Vind ik heel lullig van je. Ja, dat moet ook gebeuren. Ik stel het al een hele week uit. Want ja, ik kan toch niet zien wat jij aan het doen bent. Nee, jammer, hè. Dat heb ik, dat ja. Ik, als ik nou misschien dat programma eens even krijg, dat zal je net zien, vanavond... Heb ik dat programma wedden voordat ik ga slapen? Noem we al die moeite nu voor niks. Precies. Ja, moeite, moeite. Yes, sir. Valt op zich ook wel mee. Ik geloof dat dit ons langste filmpje is, hè? Geloof het ook, dat is toch leuk? Ja. Trek kijkers emergency, dus ja. Niet voor niks. Nog een brand. Nou, ik weet niet hoor, maar mijn brandweerauto's zijn een beetje op aan het raken.
We hebben nog een We hebben nog het historische voertuig, dan gaan we die wel eens inzetten, want anders weet ik het ook niet. Kijk, dit zou heel makkelijk zijn met multiplayer zo van meldingen. Spouderbeest. Ik weet niet waar al die ambulances staan, joh. Nou. Volgens mij staan ze allemaal hier te chillen. Hier? Waar zijn al die ambulances, joh? Yes, no problem. Geen idee. Yes, sir. En mensen die vragen waarom ik nooit opneem, ja, kijk. Mijn computer die valt de hele tijd uit en ja, ik moet ook nog monteren en alles, dus ja. Ja, klopt. Jij monteert altijd alles. Ja, maar ik ben er altijd ook bij tijdens het opnemen. Voor de gezelligheid, hè. Dat is ook weer wat unieks van ons. Dat we altijd samen zijn. Dat zie je niet bij veel gamekanalen. Ja, ja. Eén keertje heb ik alleen een train simulator opgenomen. Ja, klopt. Maar toen, toen was jij even pleiten of zo. Nou, er moet hier ergens met het ladderwagen moest ik iets doen volgens mij. Wat was dat nou? Oh, hier. Toen was ik even douchen. Ja, toen was je heel lang aan het douchen. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ik moest mensen hier volgens mij uithalen met een ladderwagen. Ladder zat de wagen. All about the base. Nou, Snoopy mag weer werken. Await orders. Aye aye, sir. Nou, we hebben hier sowieso iemand deze kant terug. Hoppakee, allemaal goede meldingen, missies. Hoppakee. Oh, emergency heeft een foutje, denk ik, zo te zien. Oh, nou, dat zal wel. Wat is er aan de hand? Ja, nou, dat zal je straks wel zien. Was een leuk foutje in ieder geval. Zo, nou waarom ga jij niet terug? Goh, ik vind opeens al mijn mensen. Ja, kom, gassen. Waarom moet dat zo lang duren, joh? Nou, Snoopy, goed je werk weer gedaan. Snoopy.
Wat voor hond heb je eigenlijk, Demi? Hallo? Demi! Maar is Demi weg? Hallo, Demi? Nou, we gaan. Hallo, Demi. Hallo. Oh, je was even weg. Oh ja. Wil je nou meer zien van deze multiplayer? Want het einde zit er nog niet aan te komen, denk ik. Dan moet je even blijven abonneren en dan gaan we de volgende week maken we deze multiplayer af, want anders gaat het wel heel erg lang duren. Vergeet niet te abonneren en dan zie je de volgende keer de volgende aflevering het vervolgen van. Doei. Doei.